Buslijn 199 rijdt tot en met 9 december een aangepaste route tussen Amstelveen en Schiphol. Dat is als gevolg van werkzaamheden aan de Bosrandbrug bij het Amsterdamse Bos. De Bosrandbrug is afgesloten voor het komende jaar. Dus we rijden alleen in Amstelveen-Westwijk. En die bus gaat rechtstreeks naar Schiphol-Oost. Passagiers waren wel een beetje verbaasd dat de aanpassing niet bij tijd en overal is aangegeven door busbedrijf Connection. Ja, dit is niet meer een pendelbus, dus deze komt niet op Schiphol. We maken gewoon een rondje. De pendelbus hier rijdt tot hooguit 7:30 of 8:00, maar dat wist ik dus niet. Ik zie nu hier een klein briefje aan, maar dat is niet goed te weergeven, vind ik. Dus ik ben niet een frequente busrijder. En nu moet ik naar Leiden. Ik dacht van dan ga ik via Schiphol. Maar nu moet ik dus naar de Bijlmer waarschijnlijk. Ik heb een afspraak om 11 uur in Leiden. Dat is met de vraag of we er gaan redden. Dus de voorlichting had wel wat beter mogen zijn, wat mij betreft. Want hoe lang zit u nu te wachten? Nou, ruim een kwartier. Maar blijf wel rustig, maar dat heeft geen zin. Als ik die afspraak maar haal, maar ik vraag het me af. Jammer. Op werkdagen rijdt de pendelbus op het traject Westwijkplein en het Stationsplein op Schiphol-Oost in de ochtend- en avondspits. Tot en met 23 oktober is deze dienst overigens gratis en in het weekend rijdt bus 199 de normale route. En dat geldt ook voor de vroege ochtend en voor de ritten na 7 uur 's avonds.